pompoen, aardappel, rode ui en worst uit de oven. Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 1 fles pompoen en halveer in de lengte. Verwijder de pitten en draderige binnenkant, maar laat de schil zitten. Snijd beide helften in de breedte in plakken van 1,5 cm dik. Was 500 gram krieltjes en halveer ze. Pel 3 rode uien en snijd elke ui in 6 parten. Knip 540 gram Catalaanse worstjes open met een schaar en verwijder het vel. Ris de blaadjes van 4 takjes tijm. Meng in een grote kom de pompoen, krieltjes, ui, het worstvlees, de tijm en 4 eetlepels olijfolie. Voeg peper en eventueel zout toe. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak circa 35 minuten in de oven. Schep na 15 minuten om. Zo maak je pompoen, aardappel, rode ui en worst uit de oven.